Welkom weer, dames en heren, bij een nieuwe video. Zoals ik gisteren al zei in de video, zei ik dus dat ik vandaag naar Neder toe ging. Ik heb me net gedoucht, ik heb me net klaargemaakt. Tanden gepoetst, weer fris. Alleen dus zometeen nog even een deo'tje spuiten en even wat lekkere geurtjes erop doen. Maar in ieder geval, dus dat is dus de bedoeling. Ik ga zo meteen richting het station van Doetinchem. En dan gaan we de reis maken. Het is ongeveer een uur à 2 minuten. Uur à 2 minuten rijden met de bus. Want ik heb nog even vervoer. Of ik heb geen auto of dat soort dergelijke dingen als ik moet met de fietsen. Dat is best wel een takkenend. Maar goed, ik ga dus. Dus ik heb me klaargemaakt. Ik heb mijn tanden gepoetst. Ik ga mijn haren niet doen. Ik doe gewoon lekker een pet op. De reden waarom, omdat ik als ik nu. Ik heb ook geen gel daarvoor voor mijn haar. Want mijn haar is best wel stevig. En ik heb wel gel. Even kijken of ik hem hier heb staan. Die heb ik hier staan. En dat is gewoon de normale. De styling gel. Maar die blijft bij mij niet heel goed zitten. Die gaat eigenlijk bij mij direct weer naar beneden toe. Dus vandaar dus dat ik dan eerst even naar de kapper toe moet eigenlijk. En daarna pas naar naartoe. Maar ik heb een afspraak om 1 uur daar. Dus dan is dat niet zo handig. Want het is ook al bijna weer 11:30. Dus. En die klok staat stil. Batterij zit er niet in. Dus die klopt niet meer. Als je dat dus op ziet op de achtergrond. Voordat het zo meteen in de reacties weer komen van. Hey, dat klopt niet. De tijd klopt niet. Nee, dat klopt. Omdat de batterijen leeg zijn. Dus vandaar. Maar in ieder geval, dat ga ik dus doen. Ik heb me zo goed als klaargemaakt. Ik hoef alleen nog even deo op te spuiten. Even de spullen pakken wat ik nodig heb. Want ja, ik neem wel even wat dingetjes mee. Zoals mijn AirPods voor muziek voor onderweg. Mijn andere telefoon om eventueel teksten te schrijven onderweg. Voor de rest, laptop neem ik niet mee. Want ja, dat is eigenlijk niet zo heel handig. Denk ik. Het is lomp, het is irritant. Ik neem wel een rugtas mee, want ik moet wel bepaalde dingen meenemen, zoals sleutels. En een vest, want het ziet er nu nog best wel warm uit. En aangezien dat de zon schijnt en ik heb zwart aan, zoals je ziet, heb ik zwart aan. Dus dan trekt heel veel zon aan en dat kan dus heel warm worden uiteindelijk. En dat vind ik best wel Dus vandaar dus dat ik dat niet aandoe, maar neem hem wel mee voor als ik terugweg wel kouder word of wat dan ook. En het deo en het parfum neem ik ook gewoon mee voor als ik zometeen heel erg ga stinken of wat dan ook. Dat het niet aangenaam ruikt. Dus dat is dus de bedoeling. Ik pak even die spullen en dan ga ik die kant op. Want want het is dus een uur rijden en ik heb om 1 uur afgesproken. Nou, 11:30 is 12:30. Dus ben ik misschien iets eerder, maar dan kan ik wel even naar de supermarkt of zo of iets dergelijks. Om toch even nog even wat lekkers te halen. En misschien even wat iets voor hun of zo. Om te bedanken dat ik mocht komen. En dat soort dergelijke dingen. Want dat is toch wel netjes en dat is toch wel aardig en dat soort dergelijke dingen. Dus vandaar dus dat ik dat misschien toch nog wel even ga doen. Even als dankjewel dat hun zo gastvrijheid zijn om mij te kunnen ontvangen. Omdat ik niet officieel in die regio woon. Want ik heb telefooncontact gehad omdat ik niet in hun regio woon. Wat is vlakbij Boklo. En dan kan het dus. En natuurlijk ben je daar altijd welkom. Iedereen is daar overigens welkom. Dus. Dus ik weet alleen niet of we een website hebben, maar zodra ze een website hebben, laat ik dat natuurlijk weten en zet ik dat in de bio. Zodat jullie hem ook kunnen bezoeken. Verder ga ik niet zo heel veel doen. Dus ik ga daarheen en dan ga ik een gesprek voeren. En kijken van hoe of wat. Want ik heb daar dus zeer waarschijnlijk een optreden via hun uit. Dus dan moet ik even kort en dergelijk sluiten van hoe werkt dat allemaal, wat is de bedoeling, hoe zie je het voor je. Dus dat is een beetje de doelstelling. Dus vandaar de reden ook dat ik daar naartoe ga en of naar beneden toe om daar wat te praten en dergelijke. En hoe het daar verder eruit ziet, want ik mag daar veel dingen gebruiken. Ik mag daar ook bijvoorbeeld de studio gebruiken. En ik kan daar heel veel dingen en tips krijgen omdat iemand daar ook
is van de Herman Brood Academie. En die kan me natuurlijk ook gewoon verder helpen met de muziek onder andere. De vlogs bijvoorbeeld, van wat zou ik nog meer kunnen doen. Ideeën, inspiratie van hem overnemen bijvoorbeeld. Dus dat is dus de bedoeling. Ik heb gisteren ook nog de Sims even gespeeld. Gewoon een telefoonversie. Misschien dat ik wel even ga kijken. Misschien dat ik daar wel iets mee ga doen. Maar dan moet ik even kijken. Maar in ieder geval, ik ga dat dus allemaal doen. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Goedemiddag weer. Ik ben, nou, ik denk een half uurtje. Ik denk zo een beetje terug. Van Neden. Ik heb daar eigenlijk niet zitten vloggen. Dus excuus daarvoor. Want ja, ik zat in een bespreking. Dus ja, dan is het niet echt leuk om te gaan vloggen namelijk. Dus vandaar. Ik heb de hele weg ook niet echt gevlogd. Omdat het ja, best wel druk was. En eigenlijk ook niet zo heel veel zin erin had. Er vliegt een vliegje bij mijn hand. Dus vandaar dat ik even zo deed. Maar in ieder geval, ik ben dus in ieder geval ongeveer net terug, een half uur. Ik heb even wat eten besteld eigenlijk. Want ja, ik kreeg een beetje honger. En ik had eigenlijk ook zin in Chinees. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga Chinees bestellen. Dus ik kan ook elk moment, dus als je de bel hoort, dan is mijn Chinees er. Wat zou ik ook willen zeggen? Nou ja, ik ben in ieder geval dus thuis. Ik heb wat gedronken, of van Yakult. Ik heb de laptop weer opgestart om mijn andere YouTube video weer even te kijken hoe het daar de rest mee staat. Ik heb voor de rest eigenlijk vrij weinig nog gedaan. Ik heb wel alvast de vuilnis even weggegooid, want dat moest ook even gebeuren. Want ik had eigenlijk hier, ik heb nu weer eentje liggen, maar die is van net en ik had er net 2-3 weggegooid. Ik ga dus eigenlijk vrij weinig doen. In ieder geval, dus zometeen kom ik eten, dus dan ga ik eerst even eten. Want ik heb eigenlijk best wel honger en ik heb daar wel gegeten, ik heb daar fruit gegeten. Ik ben even met hem naar de Albert Heijn toe gegaan. Heb ik even een ijsthee gehaald en een fruitmix bij de Albert Heijn. Was wel lekker. Toen ben ik thuis, toen heb ik daar eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Ik heb bij Jimmy's heb ik even een rondleiding gehad om te kijken hoe het daar nou eigenlijk precies uitziet en wat de ideeën erover zijn. Want toen hebben we wel een aantal ideeën van hoe en wat voor projecten ze willen gaan organiseren. Eén project zit ik dan zelf ook bij. Dat is namelijk voor muziek. Dat is voor mij heel belangrijk, omdat ik zelf ook in de muziekwereld wil gaan zitten. En dus dat is best wel belangrijk voor mij. Dus dat heb ik ook onder andere met hem besproken. Maar hij ziet er niet uit. Ik moet echt van de week even naar de kapper. Maar goed. Dus dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb dat dus besproken met die persoon. Wat de ideeën erover zijn. Hoe hij erover denkt. Wat hij graag zou willen van mij. Wat hij vraagt van mij. Voor de rest heb ik eigenlijk, toen na de bespreking, heb ik niet zo heel veel meer gedaan. Heb ik nog even bij zitten kletsen van of hij mij nog meer dingen wil gebruiken of wat dan ook. Dus dat is dus een beetje de bedoeling. Maar mijn eten is er, dus ik zet jullie even op pauze. Dus zoals ik al zei, dat was dus de eten. Of het eten, als ik dat goed zo zeg. Maar wat ik dus heb besteld, is best wel veel. Want ik heb gewoon, even kijken, een Indonesische rijsttafel, een geparneerde granade, sperrips en gebakken shawmai of zoiets dergelijks. Dus dat heb ik dus besteld. Ik weet natuurlijk niet hoe het verder eruit ziet. Ik laat het ook gewoon hier, schrijf ik het ook gewoon op en dergelijke. Dus ik ga even een bordje en een vork pakken. Maar in ieder geval waar ik het dus over had. Ik had het dus over bij Jimmy's. Ik heb nog even verder met hem gewoon gekletst. Ik ben nog even blijven zitten. Want hij bracht mij weer weg naar het station toe. In Neden. Om de bus weer terug te pakken.
Dus ik ben even tot die tijd nog even bezig kletsen met andere mensen die daar ook werk of ja, vrijwilligerswerk doen eigenlijk, om maar zo te zeggen. En ja, wat nog meer. Ik heb ook nog met andere mensen een beetje gekletst. Niet zo heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel ja, iets goeds voor mijn gevoel. Ik hoop dat het natuurlijk ook mee gaat werken. Ik hoop dat het natuurlijk meer gaat worden, de optredens en dat soort dergelijke dingen. Alleen het enige probleem is, ik ben daar wel heel zenuwachtig voor. Ten eerste, omdat het mijn eerste optreden wordt. Ten tweede, ik moet eerst weer even die teksten weer goed oefenen. Want ik heb, ja, omdat ik geen optredens heb, dus ik hoef die teksten, onthoud ik dan niet. Om maar zo te zeggen. En dus dat is wel een beetje, even weer een beetje wennen. Maar in ieder geval, ik ga nu even eten. Ik laat jullie even zien wat het allemaal is. Want ja, ik kan wel zeggen dat ik Chinees, wat voor soort Chinees ik heb gehaald. Maar ja, dan zeggen jullie natuurlijk ook niks. Dus even kijken of ik jullie ergens toevallig neer kan zetten. Zodat ik kan praten en dat jullie mij gewoon kunnen zien. Zoals dit. Zoals ik al zei. Dit zijn als het goed is de granalen. Deze, ik weet niet, die gefrituurde of gebakken granalen. Dat zijn deze. Dat ruikt al fucking lekker, maar dat is lang geleden dat ik dat heb gegeten, ja. En zoals jullie weten, Chinezen hebben dat altijd zo mooi in een ja, folie-achtig iets gedaan. Zodat het, ja, niet kan beschadigen. Ik denk dat dit iets met ballen is met een zure saus of zo. Zo ziet dat eruit. Ja, ik kan het niet zo heel goed uitzien, anders lekt het er misschien uit. Er is met ketchup en nog iets. Ook iets met ballen, denk ik. Ik kan het niet zo heel goed uitzien, want volgens mij lekt het dan. Maar ik kan jullie wel even nu even omdraaien. Dus dat ga ik nu even doen. Deze. Ik weet niet precies wat het is, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk iets met ketchup, dat weet ik wel, maar ik weet niet wat dit is. Wat deze is. Dat weet ik niet. Dit is iets met ballen. Maar wat voor ballen, dat weet ik ook niet precies meer. Dit is zuursaus. Fung Hai, denk ik. En nog iets. Iets met pinda, dus iets met kip, denk ik. En groente. Natuurlijk hoort dat het hoort er ook gewoon bij. Je moet natuurlijk, mij is gewoon geleerd, je moet gewoon goed groente eten. Wat verdomme man, wat is dat? Een kutzin voor mij. Maar goed. Dus dat zit dus in die tas. Ik heb nog een tas, want ik had twee tassen. Wel twee kleine op zich, ja, en één grote natuurlijk. Maar deze tas laat ik ook nog zien. Ik laat jullie zien wat daarin zit. Dit is dus de andere tas. Moet ik ook weer open trekken. Nou, zoals je standaard weet, krijg je er altijd standaard bij. En deze zit ook weer een mooi. En nog eens mooi. Ik weet niet precies meer wat. Volgens mij heet dit chak choy. Maar laat het even weten in de comments wat dit ook alweer is, want ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, dit is dus nog iets. Nou, dit is dus lumpia's met kip saté stokje met saté saus natuurlijk. Dit zijn, als het goed is, de spareribs. Als ik het zo goed bekijk. Ja, dit zijn de spareribs. Die laat ik jullie ook nog zo meteen zien. Ik laat jullie ook nog een keer zien wat er allemaal in zit. En natuurlijk, niet te missen, de bami. Ik eet liever bami als rijst, want ik vind rijst vind ik niet zo echt heel lekker, moet ik zeggen. Ik vind bami dan lekkerder. Maar dat is dat dus. Maar nu haal ik ook meteen die deksels eraf. Dus ik ga jullie daar ook even kijken. Van, zo kunnen jullie ook beter zien. En zoals met die ballen bijvoorbeeld. Laat het even weten in de comment hoe dat ook weer heet. Want dat weet ik even niet meer. Dus laat het even weten in de comment. Dit is het bakje met de spareribs en groenten natuurlijk. Hun maken wel de spareribs anders. En dat vind ik op zich ook wel lekkerder. Maar ja. Smaken voor zich. Ik vind dat in ieder geval lekkerder.
dit, zoals ik al zei, de lumpia met, of de lumpia's, want het zijn er vier geloof ik, met kip saté stokje en saté. Zoals dit, ik weet niet precies wat dit allemaal is, maar dit is iets met ketchup. Ik weet niet precies wat het is en dit is iets met zoet-zure saus. En ik denk dat dit bami pangen of iets, ik weet niet. Pangen saus of zo, ik durf dat niet te zeggen wat het is. Ja, zoals deze. Is groente. Allebei de kanten overigens, moet ik zeggen. Want dat is denk ik met dat tauge. Hoe heet dat? Tauge, ja. Dus dat. Deze weet ik ook niet zo precies meer. Dus dit is, of is dit een haai met nog iets. Alleen ik weet niet wat die andere is. Die andere weet ik niet wat het is. Dus laat dat weten even in de comment als jullie willen. Want dat weet ik niet. En dan hebben we deze. Ik denk dat het gewoon een zoet-zure saus is met ballen. Kijk. Dus dat gaan we vandaag eten. En ik denk dat dit voor 2 dagen wordt. Want dit kan ik natuurlijk niet allemaal in mijn eentje op. Dus dit wordt denk ik voor 2 dagen. En nu ga ik eens even opscheppen. En lekker genieten van het eten. Want dat kan ik wel goed gebruiken. Want ik heb eigenlijk best wel honger. En ik weet dat jullie dan gaan zeggen. Mensen in Afrika hebben honger. Wij Nederlanders hebben geen honger. Daar ben ik niet helemaal met je eens. Want wij hebben ook af en toe honger. Maar dat maakt niks fout. Ik ga dus even nog wat meer bestek pakken, zodat ik wat kan opscheppen. Want ik heb nu alleen maar een vork met een mes gepakt. En eigenlijk niet echt een opscheplepel of zoiets dergelijks. Dus die gaan we er ook even bij pakken. En aangezien dat ik eigenlijk eerst weer van de week moet afwassen. Want, ja. Want ik heb eigenlijk nog maar 2 lepels. Zou ik ook maar mee doen. Nou ja, is geen enkel probleem. Wij gaan dat gewoon doen. Of ik ga dat. Ik neem jullie mee, maar wij gaan dat gewoon doen. Dus. Ik zie jullie zo. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen alvast. En als jullie het leuk vinden tenminste. En abonneer ook even op mijn kanaal.